Waar zijn we vanavond? In het Laaktheater in Den Haag. Trivelino speelt op zondag 15 april in Theater Ludens in Voorburg onder leiding van regisseur Yvonne Nijhuis de muzikale productie Orf en Uri. En vanavond is Midvie TV aanwezig bij de generale repetitie. En die vindt traditiegetrouw plaats in het Laaktheater. Trivelino is voor gehandicapten en ook een aantal vrijwilligers die ook meedoen. Mensen met en zonder een verstandelijke beperking. Ja. Het is niet moeilijk om de spelers bij elkaar te krijgen. Het is wel lastig om ze in het gareel te houden. Dat is wel waar. En helemaal, dat heb je nu kunnen zien. We zijn in het theater en meteen is iedereen alweer in de war. Het is niet zoals in de repetitieruimte waar ze heel veel ruimte hebben. En nu moeten ze opeens in een veel kleinere ruimte hetzelfde doen. Dus ze zijn allemaal eigenlijk een beetje de weg kwijt. Moet allemaal weer opnieuw verteld worden. Ze zijn weer wat tekst kwijt. Dus de verwarring is al om. En dan zal je wel zien dat morgen wel goed gaat. Want... Ja, nee, jullie moeten even uitkijken. Maar ik denk dat ik de boel eventjes dan een stuk naar voren laat zetten. Zodat jullie daar veel makkelijker... Niet kletsen. Pokémon zoeken op je telefoon, hè? Ja. Goed onthouden. En wat is nou de leukste rol van de twee? Nou, ik vind zelf namelijk Pythagoras leuk, omdat ik... Nou, ik Aristoteles af en toe wat dingen kan vragen. Maar ik vind het eigenlijk ook leuk om samen met Hecate namelijk goed te kunnen gaan optreden. Ik ben Hecate, de boze bosheks. Dus ik maak Uri het onmogelijk. Voor dat nieuwe meisje moeten we uitkijken, Giros. Laten wij in de buurt blijven. We zullen haar in de gaten moeten houden. Ik ben de bosheks. En ik tover Eurydice. Tover ik naar de onderwereld. Omdat ik het niet uit kan staan dat zij met... Orfie trouwt. En dit is voor het eerst dat ik met deze nieuwe groep mag spelen. Dus dat is best wel spannend. En hoe ziet die onderwereld eruit? Niet leuk en niet gezellig. Dat weet ik in ieder geval wel. Nee, bij ons hoeft niemand auditie te doen. Iedereen die mag meedoen. En je krijgt de rol naar wat je kan. Dus dat is hartstikke fijn eigenlijk wel. En hoe komen jullie aan de gastspelers? Ja, mensen horen dat wij zulke leuke dingen doen en die bieden zich eigenlijk min of meer zelf aan. Of als je iemand ziet waarvan je denkt, goh, dat is wel leuk om die erbij te hebben, dan vraag je het gewoon. En dan lukt dat regelmatig ook wel. Je houdt je bezig met de productie. Ja. Wat houdt dat nou precies in? Nou ja, bijvoorbeeld alle zalen huren. Is altijd, we willen zoveel mogelijk spelen, dus dan moet je ook in zoveel mogelijk zalen terecht kunnen. Ja, dat lukt dan aardig. En ik zorg dan ook dat er publiciteit komt, zodat de mensen weten dat ze gaan spelen. Kom je hier echt wonen? Ja, wat dacht je dan dat ik vergeten ben een pakje boter te kopen? Waarom denk je anders dat ik al die bepakking bij me heb? Nou, welkom dan, zou ik zeggen. Ja, sorry hoor dat ik zo onaardig ben, maar die bepakking is ook zo zwaar. Zie ik je morgen weer? Nou, misschien. Wie weet. Tot ziens dan maar. Dag. Je speelt al heel lang bij Trivelino. Heb je enig idee hoe lang? Ja, een jaar of 6, 7, denk ik. Ja, meestal doen we over een voorstelling 2 jaar. Ik heb nu 4 stukken meegedaan. Nou, dan is het alweer 8 jaar natuurlijk, hè? Ja. Ja. Als je de afgelopen voorstellingen bekijkt en het vergelijkt met deze voorstelling, wat is dan het verschil tussen de rollen van toen en nu? Dat is een moeilijke vraag. Vorige voorstelling was ik Stuart Little. En dat was best wel een intensieve rol. Dat heel veel op het toneel. En nu ben ik eigenlijk vrij rustig. Ik ben een sirene en een dorpeling. Een beetje bekakte dame die af en toe wat zegt. Dus het is een rustig jaartje voor me. En nu heb je Sylvia in de stoel zitten, de laatste. Dat is de laatste, ja. En hoe moet zij eruit gaan zien? Ook basis, want ze is dorpeling en sirene. Je bent zelf ook in toneelkleding gehuld. Dat betekent dat je ook een rol speelt. Ja, wie ben jij? Dana Mouskouri. En ik speel de veerman. Weet u naar de overkant? Weet u naar de overkant? Naar dat andere onbekende land. Naar dat andere onbekende land. Kom dan bij mij op de veer. Kom dan bij mij op de veer. Dan breng ik u heen en weer. Het stuk gaat over Orpheus. Orpheus die maakt
furore met het spelen van zijn lier. En ja, hij wil eigenlijk, hij is ontzettend populair geworden omdat hij hele mooie nummers maakt. Maar hij wil eigenlijk maar met één meisje trouwen. En dat is het buurmeisje wat naast hem is komen wonen. Op een gegeven moment gaat zij water halen bij de put in het woud. En daar ontmoet ze dan Sater. En dat is de bosgeest, die plaagt haar. Maar wie er ook in dat bos aanwezig is en wie ook al een hele tijd op de loer heeft gelegen, dat is Hecate, de bosheks. En die wil eigenlijk Orpheus voor zichzelf hebben. Maar ja, hij wordt verliefd op een ander meisje en dat, ja, dat kan natuurlijk niet. Dus tovert Hecate haar naar de onderwereld. Hij gaat daar naartoe om haar op te halen. Eigenlijk kan het niet, maar door zijn muziek, die zo mooi is, mag hij haar meenemen. En, maar op voorwaarde dat hij niet omkijkt voor hij bij de bovenwereld is. En hij roept haar af en toe, maar als hij op een gegeven ogenblik geen antwoord krijgt, ja, dan moet hij omkijken. En dan is natuurlijk zijn lot bezegeld, want ja, dan moet hij voorgoed in de onderwereld blijven. Orpheus, jij maakt hele rare dingen mee. Ja, want wat ik ga ook met haar trouwen. Maar dat ging niet zo makkelijk. Nee, maar dan komt de bosheks en die gaat er tussen ons, tussen beiden. Ja, een beetje eng wel, ja. Ik vind het wel fijn dat Orf me kwam redden. Op een hele speciale manier. Ja, zoals altijd. Hoe was het om Orfie te spelen? Ja, dat vind ik een hele belangrijke rol. En daarom vind ik dat ik meer talent voor heb. Ga toch mee naar de arena? Want we gaan hier doortreden op? Nee, ze vragen daar 3 drachmen toegang. En waar ze vandaan komen, uit Rome, is het gratis. Ja, je raakt erdoor besmet. Als je hier eenmaal komt, ga je niet meer weg. Dat is op een of andere manier. Bij mij is dat ook zo. Ik ben 18 jaar geleden hier per ongeluk ingerold. En ze krijgen mij er echt niet meer uit. Dus. Hoe kom je aan die kleding? Ja, die heeft Ineke Westorp heeft die gemaakt. Samen met Nathalie Os, geloof ik. En nog heel veel andere mensen. En ja, achter de coulissen, dat ziet niet iedereen. Maar dat is natuurlijk een complete chaos om iedere keer al die kleding weer te gaan veranderen en zo. Dus. Het verhaal van Orpheus is natuurlijk een zwaar verhaal. Het eindigt ook heel tragisch. Orpheus blijft in de onderwereld. Nou, dat is eigenlijk te zwaar voor kinderen en ook voor mensen met een handicap kan dat soms wel eens heel zwaarwegend zijn. En daarom heb ik het ook heel licht gehouden dat het gewoon heel positief ook eindigt, ook al blijft hij in de onderwereld. Ik heb eerder die riedel nodig, want anders dan gaat hij te ver doorlopen. Je draait je om, je zegt nee, kom terug, je wil daar naartoe lopen. Ja, ja. En gelijk komt die reclame riedel erover. Oh, wacht. Morgen de première. Ja, kijk je er al naar uit? Ja, daar kijk ik er al naar uit, ja. Wat maakt het nou het verschil tussen vanavond en morgen? Nou, morgen is het voor het publiek, dus dan moet je wel staan natuurlijk, hè. We staan hier al een hele week. Vind en ik heb nog geen leuke vent gezien. Ik vind er niks aan hoor. Hou er mee op. Had je vroeger moeten komen, dan hengelen we de kerels met borstjes. Ik ben nog een beetje verliefd.
in de pauze even bij Volkan gaan staan. Volkan, wat speel je voor rol? Zombie, Mark Koopman en nog een bediende van een hele gemene koning. Van de onderwereld. Dat is aardig dus wat. Dus drie rollen. En ik hoop dat het goed gaat. En ik hoop dat ik ook in de toekomst wel het professioneel kan doen. Maar het leukste is dat ik met die palmtak mag zwaaien natuurlijk. Van die hele gemene koning van de onderwereld. Je bent een gemeen mannetje, hè? Nou, Frans speelt gemeen. Want hij is die koning. Ik ben zijn bediende. Ik ga dat meisje plagen. Wie ben jij dan? Ik ben Satan de Bosgeest en ik woon hier in het woud. Wat ga je doen dan? Je Emma afpakken. Ja, dat probeer maar. En we gaan natuurlijk ook op zondag 15 april in Ludens optreden. Dat is eigenlijk het theater wat bij ons ook het hardst loopt qua kaartverkoop, zeg maar. Dus, ja.